Onze andere liefhebberij is hostas, of ook genaamd hartlelies. Die planten, dat zijn zuivere bladplanten in allerlei verschillende kleuren, grootte en model van bladeren. De intekeningen en allemaal zijn allemaal verschillend. Er bestaan enkele duizenden soorten. Ik heb er 180 staan hier in mijn tuin. Hier hebben we mijn kwekerij. In het najaar worden de planten gescheurd. We doen dat om ze te vermeerderen. Hier heb je 3 scheuten in staan. De plant wordt eruit gehaald. Helemaal eruit. En kijk, dat zijn de beworteling. En die worden dan gescheurd in 3. En terug in potten gezet met een naambordje erbij. Dat is regel Splendor hier. Er komt er altijd maar 1 bloem uit. En oftewel zijn het blauwe, oftewel zijn het witte bloemen. Onderhout, dat is een winterharde plant. Mag min 30 graden vriezen. Dat kan geen kwaad. Enkel dan nog 2 keer bemest. Met een bloemenmest of een hostamest. En gewoon laten staan. In het najaar gewoon laten verslenzen. En de blaadjes er laten opleggen. Weinig onderhout dan, maar wel heel mooi van de structuur van blad. In ons hostabos, dat is allemaal verschillende soorten bladplanten, dat je dat ziet, de verschillende kleuren, de verschillende hoogten, dat is de grootste dat ik heb. Die is toch zeker 70, 80 centimeter groot nu. Voor de slakken en met enkel zo een potje, je kunt dat ook, dat is een crèmepotje, je kunt dat ook een botervlootje, je snijdt de zijkant daaruit en je doet daar een koffielepeltje of een halve koffielepel slakkenkorrels in. Je zet dat overal tussen je planten, tussen je sla, tussen je groententuin, op je terras. Je legt daar een steentje op. De slakkenkorrels kunnen niet nat regen. De huisdieren kunnen er niet aan. En de slakken komen erop af op de geur. Eten daarvan en vertrekken terug naar hun slaapplaats. En daar sterven ze af. Je zet dat er gewoon tussen. En het is uit het zicht. En het is heel proper. Ook voor de hostas, haaksrol smijten. Want daar kunnen de slakken niet goed tegen als ze daarover kruipen op hun buik. Is heel gevoelig. En hagsloot smijten, dat heb je ook tegen de slak. Hostas zijn erg gevoelig voor slakken. In het bijzonder wanneer ze pas in het voorjaar uitschieten. De eerste scheutjes die boven komen zijn helemaal zoet. En daar zijn de slakken enorm verzot op. Dus wanneer je dan de slakken kunt wegnemen of doen verdwijnen, dan heb je ook geen nakomelingen meer. Dan heb je ook zo gezegd je voorzorgsmaatregelen genomen. Voor Hans de zomer. Maar wanneer je er niet naar kijkt en wacht tot ze aan je plantjes gegeten hebben, de helft van je planten eten ze op en dan hebben ze enorm veel nakomeling, dan zit je weer met een probleem. En hoe vroeger dat je erbij bent, hoe beter voor het werk in de zomer. Een hosta of een hartlelie is een half schaduwplant. De donkerste bladen kunnen best tegen de zon, de bleekste bladeren kunnen minst tegen de zon. Ze mogen gerust 3-4 uur zon hebben per dag, gewone zon, maar niet tegen een hevel zetten dat misschien 35-40 graden wordt in de zomer. Dan gaan ze ook kapot. Maar gewone in de tuin zetten, ze mogen gerust 3-4 uur zon hebben per dag, maar half schaduw is dat dan. En voor te scheuren, halen de plant uit de grond volledig. En delen we dat met een zo weinig mogelijk snijden, zowel veel mogelijk uiteentrekken. Dan aan dat scheuren. Altijd zet ik dan 3 planten terug. Bijvoorbeeld hierheen, daarheen, daarheen, toch met een afstand van 15 centimeter. En de rest kunnen ze dan inpotten, oftewel aan vrienden geven, oftewel wegdoen, oftewel een nieuwe aanplanting doen. En zo creëer je terug, als je per 3 zet, een mooie structuur, heb je van de eerste keer een schone omgeving van je bladeren. Nu is dat moment niet, het beste doe je dat van half oktober voort. Dan kun je bij een scheuren, dan zie je ook nog de kleur van het blad. En dan kun je ook nog zeggen, die ga ik daar zetten, die ga ik daar zetten of daar zetten. Volgens het blad een beetje en ook volgens de hoogte. De kleintjes van voor, de grote een beetje min en de allerhoogste langs achter. We staan hier momenteel in onze pederboomhaard. De pederboomhaard is vooral hoofdzakelijk conferens. En we gaan nu eens kijken hoe dat we eigenlijk tot dit soort bomen komen.
In principe zouden we de conferensboom kunnen zaaien, maar dan duurt dat minstens 15 jaar alvorens we vruchten hebben. Dus om dat systeem een beetje vroeger, sneller te laten gaan, zullen we de bomen oculeren. Wat is een boom oculeren? Dat is het creëren van deze kruin met peren op een bestaande onderstam van een andere soort. Goed, wat we hier hebben is een onderstam. Ik heb ze voor de gelegenheid uit de grond gehaald en in een pot geplant. Normaal gezien laten we die in de grond staan. Op deze onderstam wordt een nieuwe conferentieboom geoculeerd. Dit is de bestaande conferentieboom met vruchten. En we gaan als het ware de kruin, de productieve kruin van deze boom, overplaatsen op deze onderstam. Zodanig dat we na 2 jaar al een boomke hebben van ongeveer 1,5 meter groot. En dat dat onmiddellijk vruchten kan beginnen brengen na 1,5 jaar in plaats van na 15 jaar. Er zijn verschillende kwaliteiten en onderstammen. Meestal zijn de onderstammen gebaseerd op kweeperen. En daarin heeft men kwee A, kwee B en kwee C. En in principe is kwee C de beste of de sterkste onderstam. In theorie is het mogelijk om op alle mogelijke stammen een andere plant te oculeren. Dus het gebeurt ook met kersen, met perziken. Men kan daarmee heel veel vruchten. Nu, wij doen het hier met peren omdat die voorradig zijn. Dus we beginnen met een nieuwe scheut te nemen uit de bestaande conferensboom. Die mag al een beetje groot hebben, zoiets van 1,5 meter. Het bovenste gedeelte snijden we eraf omdat die oogstjes nog vrij jong zijn. En ook de bladeren gaan we allemaal verwijderen. De reden waarom dat we die bladeren verwijderen, dat is omdat die eigenlijk met te veel water gaan lopen en ook voor te veel verdamping zorgen. Dus die nemen te veel energie op. Wat eigenlijk het belangrijkste voor het oculeren is zoiets. Zo'n oogstje met nog een klein stengeltje aan. Dus we maken ze vrij volledig. De beste periode om peren te oculeren is augustus. Eind juli tot begin september. Dat varieert van fruitsoort per fruitsoort. Appelen kunnen we best in juli oculeren, peren best in augustus. Waarop is het tijdstip gebaseerd? In principe is het belangrijk dat de schors heel goed loskomt van de stam. Want wat we moeten hebben is tussen de schors en de stam zit een laagje cambium. Dat cambium voelt aan als een beetje vocht, maar eigenlijk is dat een weefselaag. En die weefselaag die zorgt ervoor dat er een aangroeiing ontstaat tussen het nieuwe oogje en de bestaande stam. Oké, we gaan beginnen met een kleine T-snit te maken. En die T-snit die plooien we open met ons oculeermes. Een oculeermes is een uiterst scherp mes waarmee je moeiteloos de onderstam kan inkerven. Naast dit scherpe mes beschikt een oculeermes over een spatel met ronde hoeken. Met deze spatel kan je de boomschors oplichten en gemakkelijker de end invoeren. Je zult dat al rap ondervinden dat hier tussen een klein beetje vochtig is, dat het zo'n kleverig laagje is. Dat is de befaamde cambiumlaag. Dus die zorgt er eigenlijk voor dat beide takken aaneen kunnen groeien. Dit zetten we even open. Vervolgens nemen we de scheut die we zo net hebben afgesneden. Hiervan snijden we 1 oogje af. Dit is een oogje, die 2 blaadjes die mogen nog weg. En belangrijk is dat we niet te veel afsnijden, maar ook niet te weinig. Dus we moeten een minimum aan vlees hebben, zal ik maar zeggen. Je moet hier een beetje dat hart zien zitten. Dat bovenste stukje dan mag eraf. En dan gaan we dit stukje implanteren in die tak. In die onderstam bedoel ik, ja. Dus we gaan dat even voordoen. We steken die mooi in die V. We zorgen dat die schors een beetje dicht kan. Zo als hier nog een beetje te veel aan hangt, dan snijden we dat weg. Voilà. En dan gaan we dat dichtbinden. We gaan de schors dichtbinden zodanig dat het oogje zeer nauw aangedrukt zit tegen de stam en de kans kan krijgen om te beginnen groeien. Er zijn verschillende mogelijkheden. De eerste mogelijkheid wordt bijna niet meer gebruikt. Dat is de gekende raffia die gebruikt wordt bij bloemschikken. Dat wordt bijna niet meer gebruikt hiervoor. Waarom? Omdat je dan aan een tijd moet gaan losmaken. Tweede mogelijkheid zijn deze blauwe rubbertjes. Die worden wel nog vaak gebruikt. Die vergaan na verloop van tijd vanzelf. En de periode dat ze eraan hangen, zijn ze rekbaar. Dus de stam kan mooi uitzetten met het rubbertje mee. Goed, die vastmaken, dat is eigenlijk niet zo eenvoudig. Dat is zo'n beetje een prutswerkje. Want bij die blauwe rubbertjes moet je zien dat het oogje altijd vrij blijft.
Dit is de tweede mogelijkheid om ze aan te binden, de zogenaamde oculette lapjes. Het voordeel van deze lapjes is dat je gewoon over het oogje mag doen, het oogje groeit een verloop van tijd door. Ze zijn ook volledig vergankelijk, heb je geen omkijken meer naar. Ze zijn ook iets gemakkelijker, je moet dat knopje er niet leggen, je trekt die gewoon over dat nitje en alles hangt vast. We gaan dat nu even voordoen. Voilà, zoiets. Dus in principe, als het in volle grond staat, is het slagingspercentage ongeveer 90%. In potten valt dat terug tot 55 tot 60%. Goed, dus hier staan de onderstammen in volle grond en zo worden ze bij ons gecoleerd. Ik maak die teensnijding liefst op een centimeter of 20 boven de grond. Waarom is dat? Later, als de boom geplant wordt, mag die absoluut niet onder de grond zitten. Hier kunt je zien, dus aan deze bestaande volledige pederboom kunt je zien waar dat die vroeger geoculeerd is, dat is hier. Hier waar die dikke knot zit. Dat mag nooit in aanraking komen met de grond, want dan krijgt hij hier nieuwe scheuten en ook nieuwe wortels en dan krijg je terug een wilde boom. Belangrijk is ook dat we niet te veel met de vingers hier aankomen, want dan wordt dat een beetje dan wordt dat vervuild en dan gaat dat niet meer aanslaan. Deze boom is geoculeerd. Wat gebeurt er nu? We wachten om te kijken of het aanslaat. Aanslaan dat we zeggen of die begint te groeien. De verwachtingen zijn dat binnen een maand of zo dat oogstje door die rubber gaat gegroeid zijn. Dat wil zeggen dat hier de nieuwe toekomstige productieve kruin uit gaat groeien. En dan gaan we volgend jaar in maart deze bestaande kruin gewoon wegknippen. En laten we de boom verder groeien op de nieuwe kruin die we erin geplant hebben.